Yes guys, Paul hier. Waarschijnlijk ben je bezig met Shopify dropshipping of dropshipping in iedere andere vorm. En ben je dus aan het afvragen, hoe begin je nou dropshipping met de Chinese leverancier? Nou, je leverancier is enorm cruciaal voor jouw succes. Want bijvoorbeeld als jouw leverancier niet op tijd levert, überhaupt niet levert, slechte kwaliteit levert, slechte communicatie heeft, heeft dit een enorme impact op je business. En dit logistieke proces wil je zo simpel en eenvoudig mogelijk maken en zoveel mogelijk uit handen geven aan jouw agent. Want die betaal je natuurlijk een percentage over iedere sale die je maakt. Dus die verdient natuurlijk geld aan jou. Dus dan is de taak van, hey, hoe vind je een goede kwaliteit agent? Nou, mocht je daar interesse in hebben, kan je mij altijd een DM sturen. En kan ik je dus mijn verified agent sturen vanuit China, waarmee ik zelf al jaren mee werk, die bewezen hebben om goed te werken, 7 tot 10 dagen levertijd hebben en veel meer dan dat. Oké, nou hoe gaat het nou precies in zijn werking? Alle producten die eigenlijk op AliExpress staan, die kan jouw agent aankomen. Dus hij kan die halen, omdat hij ook het soort tussenpersoon is tussen die fabriek. Dus maak je geen zorgen over de producten die je importeert naar je store. Dus elk product bijna dat je importeert, die heeft je agent wel. En dan kan je een custom quote aanvragen voor de prijs van het product zelf en de shipping. Zo weet je ook gelijk wat je marge is. Want anders ga je straks misschien wel beginnen en merk je dat je opeens maar 14 euro marge hebt in plaats van 22 waar je op had gerekend. Wat dus een enorme impact maakt op de ads die je aan het runnen bent. Dat is een hele cruciale. Ook is het belangrijk dat je elke dag je orders fulfilt. Stel je voor, je krijgt vandaag een order, dan wil je deze zo snel mogelijk eruit gaan shippen. Want je wil goede klantenservice leveren en de levertijd is 7 tot 10 dagen, wat niet lang is. Maar hoe sneller je dit afhandelt, ja, hoe sneller je klant zijn pakketje heeft, hoe sneller die tevreden kan zijn en eventueel later nog een herhaaldelijke aankoop bij je kan doen. Nou, je bent dus lekker aan het dropshippen, je hebt dus een winnend product te pakken en hij is lekker wat sales aan het knallen. Dan zou je ervoor kunnen overwegen om bijvoorbeeld een voorraad aan te leggen. En die voorraad leg je niet aan bij jezelf of bij mij hier in de slaapkamer in Bali. Maar die voorraad kan je aanleggen in het warehouse van je Chinese leverancier. Zo hoeft deze leverancier het product niet vanuit de fabriek naar het warehouse te halen naar Nederland. Wat dus je levertijd verkort. Nou, hoeveel moet je er dan inkopen is je vraag. Nou, stel je voor je maakt 100 sales per maand. Het zijn er gemiddeld 3 per dag. Dan leg je voorraad aan van 100, zou ik aanraden. Omdat de kans best groot is dat je die aankomende maand weer gaat verkopen. Anders heb je misschien straks weer voorraad terwijl het product is doodgebloed. Of dat je bijvoorbeeld niet meer weet met welk creative je het product weer nieuw leven in kan blazen. Nou, wat je daarnaast nog meer kan doen, omdat je vanuit China dropshipt, zijn er ook regelingen om BTW-vrij dropshipping te regelen. Het is niet iets waar ik echt over praat op YouTube, maar die mogelijkheden zijn er wel. Mocht je daar interesse in hebben, kan ik je daarbij connecten. Oké? Nou, dat gezegd te hebbende, is branding natuurlijk de volgende stap. Je hebt natuurlijk een product, je hebt betere levertijd, je wilt herhaaldelijk aankopen en dan kan je ook branding toepassen bij je product. Dus kan je eigen custom-made doosje maken, je logo op je pakketje zetten, al dat soort dingen. En daar is je cruciaal in je leverancier enorm belangrijk voor. Nou, hoe kies je nou deze beste leverancier? Dat is op een aantal criteria waar ik persoonlijk naar zou kijken. Stukje communicatie. Hoe snel reageren ze? Ze zitten natuurlijk in een andere tijdzone. Maar mocht je een contactpersoon in Europa hebben, die zit in jouw tijdzone als je in Europa bent, dan ja, heb je natuurlijk veel sneller contact met diegene. Dus kijken of ze een contactpersoon hebben in jouw tijdzone. En hoe snel ze überhaupt reageren. Hoe erg ze je willen helpen als je vanaf nul een beginner bent. Maar ook hoe erg ze je willen helpen als ze wel potentie in je zien. Dat je wel sales aan het maken bent. Dan kunnen ze natuurlijk ook geld aan jou gaan verdienen. Stukje levertijd. Nou, hoe snel is de levertijd richting Europa, Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland. Al dat soort landen. Wat is daarin de levertijd? En wat zijn de verzendkosten? Dat zijn hele belangrijke dingen. En wat zijn de inkoopkosten, et cetera? Nou, daar wil je echt naar kijken. En een stukje branding waar we het net over hebben gehad. Ik zou je aanraden om meerdere leveranciers te testen. In het begin te kijken welke het beste bij je passen. En daarna met één
vaste leverancier echt een band op te bouwen voor de lange termijn. En dan is het zelfs niet eens ondenkbaar dat je naar die leverancier toe gaat vliegen ooit in de nabije toekomst. Om te kijken hoe het er naartoe gaat, dit raad ik je aan 1 of 2 keer te doen. Ik heb dit zelf persoonlijk nog nooit gedaan en dan is het een beetje gek waarom ik dit aanraad, maar een businesspartner van mij heeft dit wel gedaan om de kwaliteit te checken. Oké, ik hoop dat je superveel info hebt gehad en gehaald uit die, ja, hoe werk je met Chinese leveranciers, hoe haal je goede levertijden. Like en abonneer op dit YouTube kanaal en dan check je weer bij een volgende video. Ciao, ciao.